regenachtige dag in Schalkwijk. Volgens mij regent het hele land, maar in Schalkwijk dubbel zo hard. Want moet je eens horen op het dak. Ik ga op het terras kijken of er iemand is die wat wil eten van ons. Dames, goedemiddag. Ik mag u namens het winkelcentrum aanbieden dat wij vandaag uw rekening betalen. Hoe vindt u dat? Leuk. Toch? Fantastisch. Toch, wat een verrassing, niet? Ja, hè? Ja, dat zeg ik. Maar hoezo dat dan? Ja, gewoon actie. Dat doen wij. Eens in de zoveel tijd lopen we het winkelcentrum door en dan pakken we iemand beet. Nou. En nu bent u het. Nou, wat superleuk. Toch? Ja, daar worden we blij van. Dank jullie wel. Ja. Dan gaan we binnen kijken wat ik moet betalen. Want dat is wel een handig detail dat ik het ook ga doen. Ja. Toch? Ja, want dan heb ik het beloofd, dus dan ga ik het doen ook. Nou, vind ik echt superleuk. Nou, dus jullie gegund, van harte zelfs. Dank jullie wel. Maar wat denken jullie hier? Ja, we zijn met een heel bijzonder project bezig voor Indonesië. Oh, dat is leuk. En, we gaan over 3 weken in Indonesië om een schooltje daar te helpen. Oké. Okay. Dus we zijn eigenlijk hier nu om speelgoed te kopen voor het schooltje. Speelgoed te kopen voor het schooltje? Ik dacht, we gaan eerst even lunchen. Dat doe je goed. Speelgoed kopen voor de kinderen. Eet smakelijk. Dat is een leuke gelegenheid. Leuke aangelegenheid, ja. Dus ik dacht, we gaan hierheen. We kunnen lekker parkeren altijd. En ga je dat bij de Intertoys kopen? We zijn bij verschillende winkels geweest. We zijn nu op weg naar de Action. Oké. We willen rugzakjes aan alle kinderen geven. Dat ze allemaal een eigen rugzakje hebben met een schriftje en een pen. En misschien iets van een snoepgoedje erin. Ze hebben daar natuurlijk helemaal niks, die kinderen. Nee. En wij hebben te veel. En wij hebben veel te veel. Met z'n allen. Ja. Dus dan gaan wij de vliegerij in over 3 weken. En dan gaan we ga je dat spul meenemen dan? Want... Ja. Scheep je dat apart, dus je moet nog extra vracht betalen ook. Nee, daar houden we rekening mee. We nemen zelf zo meer mogelijk mee. Zodat we voor de kinderen van alles mee kunnen nemen. Oké. Okay. Superleuk. Ja. Dat is het fijne van het winkelcentrum. Je hebt de, de Action, je hebt de HEMA, je hebt Intertoys, je hebt Xenos. Maar jullie zijn je nog aan het voorbereiden? Je hebt nog niks gekocht? We hebben snoepgoed. Ja, we zijn nog bij de Xenos geweest. Dat is snoepgoed? Ja. Mag je dat meenemen? Ja. Stiekem. Ja, het zit in plastic ingepakt. Oh, oké. Okay. En nu gaan we nog voor schrikjes en stiften. Knurpelbloden. Wat goed. Dus als het winkelcentrum nog een donatie wil doen. Dan... Nou, dat is nou jammer dat je het vraagt, want ik wou het al zeggen. Ik ga je eten betalen en je krijgt 100 euro van ons. Echt? Ja. Nou, wacht, dat gaat niet zo. Alsjeblieft. Oh, hartstikke alsjeblieft. Leuk. Ja. Hoe dat gaat regelen weet ik nog niet, maar het gaat eraan komen. Dames. Hier allebei één. Symbolisch. Ja, nou, hier gaan we heel en dat is ook de bedoeling. Ja. Oh, wacht. Stichting Contacthond. Ga je op de website staat, als je de website opent, dan staat er meteen het speciale project voor Indonesië. Oké. Okay. Dus als er mensen zijn die luisteren en die kijken, ga kijken op www.contacthond. En daar kunnen ze ook storten. Dan kunnen ze ook meteen doneren. Ja, maar dit gaan we dan erbij plaatsen. Succes. Dankjewel. En nogmaals. Heel erg bedankt. En veel plezier. Heel erg bedankt. Daar gaat het om. Dankjewel namens. En smakelijk. Ja, graag gedaan.